Helemaal kapot ervan gelijk. Even niet meer gewend om te fietsen na een paar maanden geen fiets te hebben gehad. Dus, oh, ik voel heel mijn beenspieren. Goedemorgen, het is vrijdag. Hij zit al vroeg in de auto. Ik heb mijn groot onderhoud, dus ik ga naar de fysio. En daarna gaan we eerst even boodschapjes doen. Dan hebben we dat helemaal gedaan. En zij helemaal gezellig mee. En ik vind het altijd helemaal leuk als ze mee wil naar de fysio. En Alexander ook. Ja, die heeft de pop mee en de kleurboek en de kleurtjes. En de fysio heeft ook altijd nog wel leuke dingen voor haar. Dus dat komt helemaal goed. En ik moet vanmiddag nog iets doen. Ja, en kleertjes. Maar dan moet ik echt even hopen dat het weer goed blijft. Nou, dit was echt zo fijn. Schijnbaar zat ik zo vast. Maar ik ben echt helemaal losgekraakt van de bovenste nekwervel tot mijn onderste rugwervel. En ik? Dus ik voel me helemaal als herboren. Ja, jij mocht ook even leren, hè? Nou ben je ook helemaal los, want jij was zo stijf natuurlijk. Zo, weer los. Nee, maar net is ook nog stijf. Ondanks dat het geen lekker weer zou worden, is het best wel... toch wel redelijk warm, zeg maar. En in de auto ook wel. Maar goed, we gaan naar de supermarkt. Zullen we dit ook weer eten? Ik ga zo kijken wat het is. Maar wat moest je nu pakken? Kipfilet Toscan. Ik ga zo even kijken wat het is. Maar wat, zie je, wat zoek je nou? Een van jouw lievelingseten. Ja, heel goed. Mama. Nou, dansend de boodschappen. Streep je hem door op het lijstje? Wel met je zonnebril, hè, achter de kast, Sarah. Kinderarbeid, hè? Ja. En stage. Stage koopzegel. Messenzegel. Wordt 41,85. Dat is nu. Ik weet eigenlijk niet of ik dat verteld heb, maar enige tijd geleden is mijn fiets kapot gegaan. Dus ik zit echt al weken zonder. En nu ga ik mijn nieuwe fiets opladen. Daar heb ik echt heel zin in, want ik heb hem echt gemist. Ik had altijd echt een hekel aan fietsen. Maar sinds ik Sarah heb, vind ik het zo makkelijk om een fiets te hebben. En ik gebruikte hem echt zo vaak. Maar hij was gewoon kapot op. En er moest zoveel aan gedaan worden. Dat was echt zonde. Tadaa! Dit is hem. Zit je voor Sarah erop. En een mandje voorop. Yay! Helemaal kapot ervan gelijk. Even niet meer gewend om te fietsen na een paar maanden geen fiets te hebben gehad. Dus, oh, ik voel heel mijn beenspieren. We zijn gelijk even met mijn sleutel. Wel heel leuk. Het is mijn reservesleutel. En daar heeft Sarah opgeschreven. Even kijken, Sarah. Mama. Fiets. En dan fiets eigenlijk. Maar fiets. Als het alleen fiets. Maar dat vind ik alleen maar prachtig. En ik ga weer mijn oude sleutelhangertjes eraan doen. Deze, ja, die is helemaal verkleurd. Lieve dochter. Heb ik ooit van mijn moeder gekregen. Heel lang geleden al. Deze unicorn heb ik van Sarah gekregen. Ik zit in het schermpje boven te kijken. En mijn diddle letter. Nou, echt, die sleutel was zo oud. Maar die heb ik altijd aan mijn fietssleutel. Dus die gaan er gewoon nu weer aan. Nou, voor elkaar. Bijna mijn nagels allemaal gebroken. Maar we hebben fietssleutels weer. Nou, dan ben ik klaar. Even gezeten. En ik ga nu koken. En ik ga iets maken wat ik nog niet eerder heb gemaakt. Maar daar kwam Sarah vandaag mee aan. Kipfilet Toscane. Dus een pasta. Ik kook graag vers, maar soms ook uit een bakje. Of ja, toch wel iets vaker dan soms. Dus ik ben benieuwd. We gaan het zien. Ik zal hem zo wel even laten zien. Want ik vind altijd op het plaatje ziet het er toch wel anders uit dan op je bord. Maar hij ziet er wel echt heel lekker uit. Ik heb echt weer een nieuwe tik. En dat is thee met koekjes in de avond. Dus, en ik heb echt heel veel koekjes.
kaartjes nu. Dus let's choose. Ik heb nog advocaatswissen, koffiekoekjes, speculaas. Oh, ik vind het allemaal lekker. Ik denk dat ik nu voor deze ga. Gisteren deel. Oh, hier zweer ik zo bij. Dit is zo'n verslaving ook voor mij. Speculaasje altijd lekker natuurlijk. Ja. Dat gaan we la. Deze. En ik heb het gewoon bescheiden gehouden. Ik zou het liefst het hele pak leeg eten, maar ik heb er gewoon netjes twee gepakt. Zo, tijd voor bed. Ik moet niet te hard praten, want er slaapt je al. Ik wil morgen trouwens echt wat leuks om te zeggen, maar ik ben echt... Ik heb gewoon geen idee wat... Het is zoekelig weer. Ik heb geen zin om heel ver te gaan rijden. Dus ik weet het niet meer. Maar ik vind het zo sneu als anders de hele vakantie eigenlijk niet echt heel veel doet. Ja, ze heeft wel dingetjes gedaan, maar... Ik had zoiets... En zomaar lekker weer. We kunnen ook wel vakantie hier houden. En dan kunnen we nog klussen en zo. En dat hebben we ook al gedaan, maar de dingen naar buiten die... het weer blijkt me ook het weer zeuren, maar... Het is gewoon heel erg vervelend. Dus... Tijd om te poetsen. Zo, nog even mijn gezicht wassen en dan ga ik lekker mijn bedje in. Bedankt voor het kijken en tot morgen.